Goedemorgen mensen. We hebben vandaag 2 vluchten. Eentje vanuit Venlo. Die is gelost om 8:15. Dus zo rond 8:10, 10:00 thuis zijn. En dan hebben we nog de frontvlucht uit Saint-Lieu. Dat was eerst Orléans, maar dat is veranderd omdat het in Orléans slecht weer is. Ik ben een beetje verkouden, dus ik denk dat ik niet veel zal praten, maar wel meer zal filmen. Dus ik hoop dat jullie dit een leuk video gaan vinden. Kom joh, kom, kom. Kom maar. Kom maar. Kom joh. Kom. 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 Nou, de testdagen zijn weer thuis. Op eentje na. Die wordt nog met Ida vinden. Deze toffe. De 201 was mijn eerste. En ik dacht 16 in de vereniging. Opa die is eerst in de vereniging. En 12 in de afdeling zoals het nu lijkt. Dus dat is weer mooi. Deze, de bonte, was mijn tweede. Maar dat kwam ook omdat de anderen maar bleven vliegen, dus die hebben ook al minuten verspeeld. Maar goed, dat heb je altijd met een korte afstand. Ik had voor deze vlucht ook niet zo heel veel verwacht. Puur omdat ik meer bezig was met de fond. Dus deze kwam in ieder geval goed af, dus dat belooft ook wat voor de fond natuurlijk. Dus die zullen ook wel wat eerder komen dan dat ik had verwacht, want het is nu 9:30 geweest en de eerste duiven van Vitesse kwamen om 17 over heb ik gedraaid. En ik dacht rond 9:45, maar ze zitten rond de 1700 meter per minuut, dus dat is toch wel een behoorlijke snelheid. Als de vond ook zo snel gaat, dat zal wel niet een team aantal zijn, maar het kan wel snel gaan. Dan zullen ze eerder thuis komen dan 9:00 vliegen, dus we moeten wel wachten. Kom maar. Zo, op de fond hebben we ook alles weer thuis.
natuurlijk de 609 weer voorop. En ook mijn eerste aangewezen. Mijn tweede was de 823. Dat is deze doffer. En toen kregen we de 832, twee doffers. De delfinnen waren wat minder deze week. Ik heb de delfinnen een geelpul gegeven, dus misschien dat dat wel het probleem was dat ze wat minder goed kwamen. De doffers hebben dat een aantal weken geleden al gehad. Ik dacht toen nou de delfinnen, maar goed. In ieder geval hebben we alles weer thuis en ook mooi op tijd. Misschien alles nog in de punten, maar dat weet ik niet zeker. Dat gaan we straks zien. We gaan nu naar een vereniging. Dus morgen gaat alles weer in bad. De jonkies hebben we net nog even los gehad. Die wou nog niet in bad. Maar morgen wordt toch regenachtig, dus dan is dat wel beter in bad. Dus zullen de jonkies en de ouwe ook in bad gaan. Dus dat zal ik morgen ook nog even filmen. En dan daarna de video afsluiten. Nou mensen, we hebben vandaag zondag de jonkies ook nog even opgeleerd. We moeten er nog 5, dus was geen heel erg succes. We doen ze natuurlijk allemaal 1 voor 1 los. Dus ik hoop dat die andere 5 morgen nog thuis komen en dan dat we de club weer compleet hebben. Maar goed, zeer wachten. Mocht je nou een leuke video vinden, doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, kun je hier beneden doen. Dan zie ik je bij de volgende video. Doei!